het hebben over het enige popmuseum in Nederland. Museum Rockart in Hoek van Holland. Alles was uit, dus het was uitgeklapt. En ik doe de deur open. En ik stap zo met mijn natte pootjes het water in. Hoe erg is de schade? Ja, heel heftig. En, kijk, ik durf geen bedragen te noemen, maar dit wordt heel hard werken om, om dit weer gerealiseerd te krijgen. Kijk, we zijn dankbaar dat we de collecties hebben kunnen redden. De beste man die kwam vrijdagmiddag binnen, even voor tweeën. Hij zegt, alles moet eruit. Dus Jacqueline en ik keken elkaar aan en zeiden, Jerry? En die drie Veronica-studio's die zijn ook gewoon afgebroken en afgevoerd. Ja. Man, nou ja, ik krijg het weer zwaar, maar helemaal, alles is eruit. Alles is gedemonteerd, losgehaald. Hoe lang gaat deze ramp duren? Wanneer kun je alles weer terugzetten? Ja, er moet nieuwe vloerbedekking in. De keuken moet eruit, de bar moet eruit. Gaat zo moet door, de elektra moet gedaan worden, de hele begane grond. Dus ik denk dat we zo een maand verder zijn voordat we überhaupt open kunnen. Wat een ramp. Ja, goed, hè. En je hebt ook geen subsidie van de overheid, je doet alles zelf? Ja, wij zijn een volledig zelfstandig museum. En dus dat betekent op eigen kracht met een enorm team aan vrijwilligers doen we dit museum. En we zijn het enige museum in dit land met 60 jaar geschiedenis popmuziek. Daar zijn we nog wel even mee zoet, man. Ik heb de laatste paar dagen en nou als ik 5 uurtjes op bed heb gelegen, dan is het veel. Wat kunnen we voor je doen? Nou ja, mensen kunnen een vrijwillige bijdrage storten op Stichting Rockart. Jullie website is? www.rockart.nl.